het escaleert. Nee hoor, gaat helemaal goed. Hallo, jij kijkt naar de nieuwe podcast. Ik ben Bryson en ik heb vandaag iemand speciaals meegenomen. Yeah, dit is Silvan. Hey. Hij komt niet hier vandaan. Ik kom helemaal uit Amersfoort. Hij keek podcast en ik verneuk de intro. Ja, ik wist toevallig dat ik de intro opnieuw verneuk, dus ik ga dit weer knippen. Dit is Silvan, a.k.a. Blokfluitboy. Hey. Hij heeft in een uitverkocht Paradiso gestaan met Joost. Dat heb ik gezien, dat was best gaaf. En dat was het zeker, maar ik kan eigenlijk helemaal niet blokfluiten. Dat is hem. We gaan hier mensen zoeken in Katwijk, met Silvan, die goed kunnen blokfluiten. Nou, daar gaan we. Nou Silvan, dit is dus onze gemeentelijke / Katwijkse muziekschool. Ja. Het is de bedoeling dat je in de camera kijkt en een normaal antwoord geeft. Ja, wat leuk. Ik zie daar een pot met kazoes. Kijk daar boven op die kast. Dat is een tetering veel, ouwe. Pak je blokfluit eens. Laten we zien hoe die eruit ziet. Nou kan deze jongen er helemaal geen ene flikker van. Let maar op. Ik hoop dat er mensen zijn in deze omgeving die hem kunnen helpen. Want dit is hulpeloos. Hier is niks aan te doen. Hallo! Ongelooflijk kut dit. Het is zo rustig. Ik denk dat ze niet alleen op de middelbare scholen, maar ook op de muziekscholen dus. Vakantie. Ik denk het ook. Wilt u misschien heel even komen? Nee. Volgens mij hebben deze mensen mediatraining gehad. Ik ben hier met Silvan op de vrijdagmarkt. Wat is je eerste impressie van dit? Druk. En het ruikt naar vis. Het stinkt. Misschien kunnen we wel eten fixen. Oh, kijk deze dan. Wat reclame maken krijgen we misschien gratis. Meneer, ja. Als we wat reclame maken voor uw links, dan eentje gratis. Twee. Ja? Okay. Hoppatee. Oké. We staan hier bij Willems Kippaleis op de vrijdagmarkt. Wilt u nog een sponsorquote doen? Ja. Nee? Oké, okay. Bedankt. Fijne dag. Yes. Eat it. Put it. Oh. Smaakt naar gratis. Hij heeft in een uitverkocht Paradiso gestaan. Ik stond in Paradiso. Helemaal uitverkocht. Echt waar. Wat doe je? Ik laat mijn kip vallen. Ik ben hier met... Heb je gegeten? Ja, kip. Het was wel lekker. Ja. De hele bek is oranje. Oké, okay, we zijn op een markt en we zijn op zoek naar mensen die hem blokfluit kunnen leren spelen. Ik kan helemaal niks spelen. Ik ben muzikaal. Als je op de markt staat, kan je niet zoveel, hè? Juist wel. Nee, juist niet. Blokfluit speel ik echt niet. Jammer. Katwijk is niet zo muzikaal als ik had verwacht. Ik ben hier op de markt met Silvan. Hoi. En hij heeft gewoon echt dringend hulp nodig met blokfluit spelen. En dan ga je op de markt, ga je daar iemand voor zoeken? Wij wel. Oké. Okay. Moet je even doorzoeken, denk ik. Dank u wel voor het interview. Het was een beetje awkward. Fijne dag. Talent is eigenlijk blokfluit spelen, maar ik kan het niet zo goed. Ja. Nou ja, dan moet je het leren, hè? Ja, maar zou u het mij kunnen leren? Nee, blokfluit, nee. Oké. Nee, geen probleem. Dank u wel. Ik ben hier met Silvan. Hey, nog steeds. Is het misschien mogelijk dat wij voor een mooi reclameshotje een t-shirtje kunnen krijgen? Nou, ik denk het niet. Oké, Silvan, we zijn bij de safe. Hé, hey, ja, ik ben hier al een keer geweest met de clipshoot van Mick. We gaan kijken of we hier, of die man die hier zit, jouw blokfluit kan leren. Welke man zit er? Marco. Marco van de safe. Ja. Hoi. Hoi. Hey Sven. Hey. Hoi. Ja, dat is Sven. Hey Vink. Hoe is het? Gaat goed. Wat ben je aan het doen? Ik kom Marco wat vragen. Oh, oké. Okay. Ik heb gehoord dat jij alles kan. Alles. Klopt. Silvan, misschien ken je hem wel. Dat is de blokfluitboy. Precies, maar hij kan helemaal niet blokfluit spelen. Ja, ik ook niet. Ja, ik kan dat wel. Ja, moet ik eerst oefenen. Nee, jij kan dat wel. Dat kan ik. Precies, ja, leer het hem even alsjeblieft. Ik kan er namelijk helemaal niks van. Nou, mij is onder Paradiso, toch? Ja, maar jij bent van de safe. Ik ben man op de foto. Ja, hij ook met jou. Nou, dat doe je dus aan je mond. Ja. Ja. Blaas eens. Perfect. Doe je je vinger hier, vingertje daar, vingertje hier. Doe nog eens. Hoor je hem?
Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Leuk man. Hey, succes. Dankjewel. Tot de volgende. Marco, bedankt voor Sylvan leren met de blok. Graag gedaan, jongen. Maar nu moet je geld gaan verdienen. Dat is een goed plan. Want de man is artiest. Ja, nu hij is gewoon... Ja, ja. Daar zeg je maar wat. Ik kan niet allemaal naar jou kijken. Sylvan, we zijn nu bij Domino's. Ik werk bij New York Pizza. Allemaal pizza's bestellen bij New York Pizza. Heel lekker. We gaan zo direct geld verdienen, hè. Maar je hebt eerst het petje nodig om het geld in op te vangen. Ja, kunnen we niet jouw pet gebruiken of... Nee. Dit wordt... Dat is kruidenjongen. Weet je, wij doen dat nadat hij in de oven is geweest. Nou, dat is slecht. Sylvan, deze ga je ophouden tot je dood. Als ik ontslagen word, ga ik bij Domino's werken. Dat je het even weet. Hier. Ik vind hem echt vet, deze pet. Ja! Yes! Ja! Yes! Hoppatee, het werkt. Het werkt. Meer dan een euro. 1,60 euro, 1,65 hebben we al. Wat dus? Jij stomme sukkel! Het escaleert. Nee hoor, gaat helemaal goed. Let's go! Oh! Oh. Woehoe! Oké, hou deze. Dit is cool! Doe dat niet! Nee! Nee, lach. Doe het. Nou! Heeft u misschien 50 cent voor de... Nee, alstublieft! Nee! We rennen achter u aan! Heeft u misschien iets over voor deze jongen? Hij heeft een beperking en hij heeft geld nodig. Alsjeblieft. Nee, dankjewel. Sylvan, dit is de Witte Kerk. Nee. Zo, kan je een christelijk liedje op je fluit? Ja. 50 cent. Ja. 1 Nog euro. Een keer, dus 1 euro. 1 euro 20. 1 euro 40. 50. 1 euro 60. 1 euro 70. 1 euro 70. Dat is een halve frikandel en een kruimeltje patat. Ik denk het. Laten we naar binnen gaan. Wij zijn net met Sylvan op de straat geld wezen bedelen. Hij kan heel erg goed blokfluit spelen, want hij heeft het vanmiddag ook geleerd van Marco. Okay. Uit de safe. En Marco hebben... blokfluit spelen? Ja, hij kan het, hè? Ja, Marco blokfluit, weet ik niet. Ik denk het niet. Ja, oké. Okay. We hebben 1,70 euro opgehaald. Is dat genoeg voor een... Ja, voor mijn cameraman, dat jongetje, want die vonden we ook op de straat. Oh, dat is Jeffrey Schreuder. Oh, dat is de man, hè? De man. Ja, ik spoor... Hij valt ook op de man. Ja, nou, dat moet hij lekker weten, toch? Precies. Ik krijg van mij wat eten, hou je die 1,70 euro, om dat blokfluiten nog eens te horen. Ik wil een broodje frikandel met mayonaise. Meneer cameraman? Nou, ik wil een frikandel en een patatje met. Oh, dan wil ik ook een patatje met. Oh, alsjeblieft. Yes. En jij, jongetje van de straat? Hij wil hetzelfde. Yes, dank u wel. Hey, bedankt dat je hebt gekeken naar deze podcast. Bedankt, Tram 9. Patat is lekker.